Belofte maakt schuld en daarom bezoek ik alle vestigingen op de fiets. Dan hoop ik jullie iets beter te leren kennen, maar vooral op iedere vestiging de sfeer te proeven. Na een leuk bezoek aan Bogane Veenendaal, Renault en Dacia vestiging, gaan we nu naar Boekhorst Autoschade hier in Veenendaal. Op hetzelfde terrein. Het is een kleine wandeling. Ik neem de fiets mee als bewijs, maar ik zou zeggen, ga met ons mee. Ik ben Niels van Dam, vestigingsmanager van Boekhorst Autoschade Veenendaal. We werken hier met 13 personen. De afgelopen tijd is erg druk geweest, erg hectisch. Wat personele veranderingen, enorm druk qua werkaanbod. Desondanks weten we met z'n allen wel de schouders er goed onder te zetten. En een uitdagende tijd, maar iedereen pakt die uitdaging met volle enthousiasme aan. We werken in de toekomst vooral ook aan het opleiden van leerlingen. De jeugd is toch ook de toekomst. We merken toch ook dat er wat mensen door de vergrijzing uit dienst gaan. En we gaan ons wapenen voor de toekomst om jeugd op te leiden. Ik zag ook nog een vieze schade met hagel staan, liepen we net langs. Er zit nog heel veel en toch nog wel aardig wat van, hoor. Ja? Uit Italië allemaal, ja. Denk ik, van die... Niet best. Nou ja, zolang we ze maar kunnen maken, is het niet zo erg. Nee, dat klopt. Als ze tot de losse zijn, daar hebben we niks aan. Toch? Hier zijn twee man in team bezig, zie je dat? Altijd. Hè? Wij altijd. Hoort erbij. Gaan we doen, mannen? Een deurtje afhangen? Ja. Oh ja. Is die gespoten of moet die nog gespoten worden? Hij is gespoten. Ja. Oh ja. Oké. Okay. Dus we zijn weer aan het opbouwen. Ja. Mooi. En hoe weet je nou dat je hem in één keer goed afhangt? Want size doesn't fit. Nee? Nee. Nou, het is gewoon één maat en je hangt hem erin en het zit gewoon. Wat zijn we aan het doen? Ik heb de plaat eraf halen, alles afplakken. Voorbereiden voor... Ja. Oh, dit. Ja. Dat is maar kleine schade eigenlijk, toch? Of niet? Ja. Doe je die helemaal zelfstandig of dat nog niet? Ja, tot nu toe komt het grijs buiten, tot zelfs. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Is André een beetje tevreden, denk je? Of, Ja, anders had hij hier niet laten staan. Dat zegt hij wel, hè? Anders had hij toch gezegd. Ja, hij is een beetje verlegen, dus... Maar voor mij zegt hij wel, hoor. Ik heb daar al een auto staan. Nou, in de cabine heb ik een heel klein beetje gemaakt. De helft van een tiende. Waar je eerst normaal gewoon niet kon. Dus ik moest altijd eerst een tiende maken. Ah ja, je hebt een ander minimum nu. Maar ja. Goed, dat kon niet eens gewoon. Nee. Kijk, als nagaan dat ik zeg maar een spiegelkapje, nou met de helft spuit wat ik eerst deed. Ja. Dus ik gooi de eerste helft weg. Ja, ja. Of ik bewaarde het. Ja, ja, voor als je de volgende. Dan. Jawel, maar dan moest hij wel een keer, ja precies. Ja, moest hij een keer komen. We hebben met z'n allen besloten om een mooi waterapparaat te doen voor koud water. Heerlijk voor in de zomer. En lekker soepie voor in de winter. Altijd goed. Spelotheek Veenendaal. 3, 2, 1.